Je hoeft eigenlijk niet al te veel te zeggen. Tot taal. Body language is ook een taal. Body language. Taal. Muziek en taal. Wist je dat taal en muziek gebruik maken van dezelfde hersencircuits? Muziek en taal hebben ook veel gemeen. Taal heeft ook klank. En taal heeft ook melodie. En taal heeft ook ritme. Ja, muziek is eigenlijk een universele taal. Pop in de Nederlandse taal. Ik ben er niet zo kapot van. Maar ik heb wel een paar favorieten. Vooral Boudewijn de Groot vind ik toch wel heel erg goed. Omdat er eigenlijk toenertijd weinig bands waren die in het Nederlands zongen, kwam er ook een beetje een LP uit van Zingen in je moerstaal om Nederlandstalige muziek een beetje te promoten. Toen hebben allerlei schrijvers speciaal liedjes geschreven voor artiesten om die uit te brengen. Zoals Kajak, Earth and Fire. Boudewijn de Groot en Lennart Nijg die schreven eigenlijk ook het nummer voor Lisbeth List en Ramzi Shaffi, Pastorale. En dat vind ik wel een van de mooiste nummers van Nederlandse bodem. Ik heb je lief, zo lief. Met mijn stalen verhoogde meren in de dalen en onweersluchten doe ik vluchten aan als de regen valt. Ik ben uiteraard zeker niet de enige plaatjesverzamelaar. Er zijn inmiddels duizenden en duizenden, denk. Een heel bekende is Vic van der Rijt. Dat is eigenlijk wel heel leuk. Bijvoorbeeld deze Franstalige, Amerikaanse, Italiaanse, Duitsstalige. En ook Suri-Vlaams. Ja, wat zullen we zeggen van Suri-Vlaams? Ja, dat is een 60 Nederlandstalige tophits uit België en Suriname. De wasmachine van Travassi. Net als Surinaams. En dan heeft hij ook weer een pop met bonen van Lieve Hugo. Maar ook weer het prachtige Marieke van Jacques Brel. Platteland van Vlaanderen, land uit Marieke, Marieke, monsieur. Dan heb ik hier nog een cd'tje uit Iran. Van Kemal. En Iran mag misschien nog steeds niet geen beste muziek gedraaid worden. Maar aangezien Kemal gewoon instrumentaal is. Het is eigenlijk ook een kwestie van taal. Mocht het wel uitgebracht worden en er stond nog een kameel op, dus dan is het sowieso al natuurlijk prima. Instrumentaal. Dat is dus de taal van de instrumenten. En dan zijn er natuurlijk ook nog artiesten die normaal gesproken gewoon altijd in het Engels zingen. Die dan ook in andere talen zingen. Het is van David Bowie, Heroes. En dan heb je natuurlijk ook een versie in het Duits van de film Christiane F. Die helden. En dan als je dan. Ja, dan klinkt het toch een beetje anders in het Duits. Heroes. I want to be king. Ja, ik heb geen talenknop hoor. Iemand die wel een talenknobbel heeft, is natuurlijk John Grant. Dat is een Amerikaan. En hij spreekt vloeiend Russisch, Duits. En hij is op een gegeven moment naar IJsland verhuisd. Binnen een jaar sprak hij vloeiend IJslands. Esgeir. Die had een LP uitgebracht in de IJslandse taal. En die is op zoek gegaan naar iemand die zijn album wilde vertalen naar het Engels. En toen vond hij John Grant.
En John Gent, die heb ik laatst nog op zien treden in de Royal Albert Hall. Met uitsluitend IJslandse muzikanten. En ik wil ook wel een nummertje draaien. Een van zijn mooiste nummers. En dan hoor je hoe de schitterende stem die man heeft. Scotch, lassie, cherry, smash, lemon, freeze. I wanna go to Mars, where green rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. Dat was het nummer I Go to Mars. En weten jullie trouwens wat voor taal ze op Mars spreken?